We hebben het hier over theater in de Gouden Eeuw. En een van de belangrijke schrijvers van toen was Bredero, begin van de 17e eeuw, die ons veel kluchten heeft nagelaten en blij spelen, maar ook één treurspel. In het treurspel uh, zijn twee jonge ridders, uh, beste vrienden, die strijden om de hand van hetzelfde meisje. Tot nu toe is altijd aangenomen dat die vriendschap tussen die twee mannen, een van platonische aard was. Wij denken echter dat het een liefdesrelatie is die op het spel wordt gezet. Telkens zien we in die tekst terugkeren dat die Rodrigo en Alfonso elkaar willen kussen en strelen. En dat neemt toe uh, naarmate het uh, treurspel vordert. En tegen het einde komt er een sterfscène: namelijk Roderick, uh, die uh, doodt per vergissing Alfonsus. Op het moment dat Roderick Alphonsus heeft uh, gedood, uh, wil hij uh, niets, li niets liever dan bij zijn beste vriend blijven. Terwijl hij ook op dat moment zou kunnen trouwen met zijn geliefde Elisabeth. Opdat ik in de dood mag omhelzen en strelen gelijk ik voormaals placht uit liefde daarmee te spelen. O lichaam. Kort geleden hebben we het opgevoerd bij het open podium. Omdat dan de tekst tot leven komt in plaats van dat het op plat papier blijft staan. O oh, lichaam, het mag niet zijn. Adieu. O oh, huis van deugd. De blijdschap is mijn pijn. De droefheid is mijn vreugd. In de literatuurgeschiedenis is altijd opgeschreven dat we de woorden als kussen en strelen uh, moeten. Uh, ...zien als vormen van affectie tussen twee, uh, twee vrienden, uh, als een platonische vriendschap. Maar wij, nu in 2018, wij kunnen niet anders lezen, opnieuw lezen, tegen lezen. En dat levert een heel andere interpretatie op. Namelijk die van een homo-erotische relatie tussen de twee hoofdpersonen. Uh, we gaan het in een internationaal uh, tijdschrift publiceren... En we hopen dat daar dan een discussie uit voortkomt, zodat we op die manier een klein stukje literatuurgeschiedenis kunnen aanpassen.